Poelepaantje heeft een sociaal, economische en culturele betekenis voor de gemeenschap. Dit zegt Mirjam Seymour, masterstudent van de opleiding Geschiedenis van de Anton de Kom Universiteit. Ze presenteerde afgelopen zaterdag in het archiefgebouw een onderzoek over de sociaal, economische en culturele waarde van Poelepaantje vanaf de 18e eeuw tot heden. Seymour zegt dat de naamgeving Poelepaantje komt van de periode toen mensen uit het achterland de Dominee-kreek moesten oversteken. En je kleren moesten dus niet nat worden, dus je moest je pangie dat het slaaf gemaakt moest je pangie zijn kleding uitdoen. Maar er wordt ook verteld dat het ook te maken heeft met het aannemen van een andere identiteit, waarbij dus de mensen van het achterland kwamen, ze steken de Dominee-kreek over en dan ben je nu in Paramaribo, dan moet je aanpassen. Het is een ander leven, dus je moet je dan anders gaan gedragen, om het zo te zeggen. En de naam Poelepaantje is in de loop der tijden in de volksmond Poelepaantje geworden. Poelepaantje is onderdeel van het Saramaka-kanaal. Het Saramaka-kanaal was de verbinding die gegraven werd al in de 17e eeuw tussen de Suriname-rivier, ja, en de Saramaka-rivier is de verbinding waarbij dus de Dominee-kreek en de Wanica-kreek dus ook onderdeel van waren. Poelepaantjebrug is toen geplaatst, om het zo te zeggen. En bij Poelepaantje meer de vaartuigen aan die kwamen vanuit het achterland, de district Wanica. Wanica was er nog niet, district Suriname, Para, Saramaka en zo maar door. Op een gegeven moment werd die houten brug, dus de Poelepaantjebrug, die van hout was, werd vervangen door een ophaalbrug in 1929. Integraal werd de Koningsstraat aangelegd. De Koningsstraat was toen een bospad, een voetpassie zouden we zeggen. Werd toen geasfalteerd. De Dominee-kreek werd begin jaren 70, tussen 71 en 73 gedempt. En is dan dus de huidige Willem-Campagnestraat. En thans hebben we dus een rotonde die begin jaren 2000 is. Seymour's onderzoek heeft uitgewezen dat ondanks de geschiedenis van Poelepaantje het gebied nu gecategoriseerd kan worden als een economische zwakke buurt. Ze merkt op dat er wel veel ondernemers in de buurt zijn, maar desondanks blijft het een economische zwakke buurt. En er is geen buurtontwikkeling. De overheid doet weinig. En de particulieren, met name de grote ondernemers, doen ook niet veel voor de buurt om naar een hoger niveau te tillen. Stadsontwikkeling heeft geleid tot heel veel veranderingen in het gebied. Maar als ik kijk naar de collectiviteit van de buurtbewoners, dan zijn ze ondernemersgezin, zijn zelfredzaam, er is een sterke sociale cohesie. En ze hebben ook aangegeven dat ze trots zijn dat ze op Abrabroki wonen, omdat het dus wel een belangrijk gebied is gebied. En ze missen het oude Poelepaantje. Volgende slide. En ze missen het oude Poelepaantje omdat ze zeggen dat er zoveel weg is, maar die grote Kankantriboom die er sinds mensenheugenis er is, die staat er nog steeds. Die oude watertoren staat er nog steeds. En Kenneth Food zeg wat zichtbaar is, is Alompeti geworden. Dat is niet weg. Dat blijft deel van de geschiedenis en blijft herinneren aan wat er is. Het onderzoek van Seymour was onderdeel van de module Publieksgeschiedenis die de master geschiedenisstudenten in de afgelopen 3 maanden hebben afgewerkt. Seymour vindt dat via dergelijke onderzoekingen de eigen geschiedenis meer gewaardeerd moet worden. Dit zal volgens haar bijdragen tot het vormen van een eigen identiteit.